inspiratie opdoen om volgende stappen te zetten in onderwijsvernieuwing. Voor vandaag wil ik ook mijn inzichten toetsen over waar we staan met onze ICT-middelen in het onderwijs. Want wat ik merkte was dat bij universiteiten deze discussie ook heel erg leeft. Wat is nu ICT in onderwijs? Moeten we dat wat doen? Grote verschillen tussen universiteiten. Ik dacht, laat ik daar eens een beetje orde in scheppen. Wat ik erg interessant vond was met name dat kinderen eigenlijk niet meer beperkt worden door de organisatie waarin ze zitten om te leren. En op het moment dat ze meer willen, dat ze dan gebruik kunnen maken bijvoorbeeld van modules op een andere school. Nou, dat vind ik wel erg interessant om te ontwikkelen binnen bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs. Maar ook het uit handen geven, want daar kijk ik heel erg naar. Dat docenten het ook uit handen geven en de leerlingen het aan hun laten uitleggen, desnoods. Want inderdaad, in hun vrije tijd, daar begonnen we de dag mee. Ze leren ICT, merendeel, in hun vrije tijd en nog niet op school. Wat mij betreft, ik kijk hier om je heen. Twan begon dus straks met de pioniersnamen. Ik hoor pockets of energy. En volgens mij hoef je hier alleen maar om je heen te kijken. We staan wel even ergens. Het is belangrijk dat het onderwijs in Nederland de krachten bundelt om ICT een prominentere en professionelere plaats te geven in het onderwijs. De komende jaren zitten enorme ontwikkelingen op dit terrein aan te komen. Dat kan geen school en geen schoolbestuur alleen en daarom is het belangrijk dat we de krachten bundelen. Aan die ICT-kant, daarmee kun je heel veel ambities in het onderwijs realiseren. En de techniek, daarvan willen we eigenlijk zeggen, je zou jezelf moeten gunnen dat je daarvan wordt ontzorgd. Om daarop te gaan samenwerken. Het is belangrijk om van elkaar te leren. Het is ook belangrijk om de nieuwste dingen uit te wisselen. Het is ook belangrijk om met andere sectoren te leren, zoals we vandaag gezien hebben. Maar het is ook goed om te zien hoe ver we al zijn en hoe we toch iedere dag van betekenis zijn voor kinderen in Nederland. Als het gaat om onderwijs en met name ook ICT in het onderwijs.